Hoi. Nou, ik zit hier nog steeds op die berg in de Pyreneeën in Frankrijk. Het is erg mistig. Ik zal eens even op me heen kijken. Hè. Erg mistig. Had ook wel een tip kunnen zijn hoor. Al je verwachtingen even weg laten vallen. Want ik dacht, ik ga lekker naar die berg. Had wat weersverwachting gekeken. En het zou zonnig zijn. Ik kon genieten van het uitzicht. Maar ja, het is er niet. Hè. En ik vind het heerlijk. Het is prachtig. Je hoort de koeien ook, maar je ziet ze niet. Maar goed, dat is nog een klein bonustipje. Maar de echte bonustip is de volgende. Want ja, je kan dus je doel loslaten, je kan de weg vervolgen. Je kan de wereld als driedimensionaal zien en dus allerlei andere mogelijkheden ontdekken. Maar uiteindelijk, als je echt kijkt wie je werkelijk bent, dan doet niks er eigenlijk meer toe. Want dan ben je het grotere geheel. Dan ben je de essentie, de bron die in alles en iedereen stroomt. En dan geniet je gewoon. En dan maakt het ook niet uit of je nou wel op die berg komt of niet op die berg. En of je nou gaat wandelen of niet gaat wandelen. En dat kan heel veel rust geven. Het kan ook wat onrust geven. Want dat je denkt, ja, waar doe ik het allemaal dan nog voor? En waarvoor ben ik dan hier op aarde? Dat zijn allemaal irrelevante vragen. Je bent er. En je doet wat je doet. En nou, je kunt ervan genieten. Je kunt ervan balen. Ja. Dus die tip is eigenlijk, het is zoals het is. En jij bent veel meer dan die persoon met die doelen, met dat bedrijf. Met die partner. Met die kinderen misschien. Met die vrienden. Dus onderzoek maar eens wie je in wezen bent. Wie heeft die ervaring van die persoon in dat lijf van jou? En wie heeft dan die ervaring? En kun je dan de toeschouwer nog zijn van degene die ervaring heeft? Dus dat is echt de vraag van, kun je je verbinden met een veel dieper bewustzijn, veel groter bewustzijn? En wat je dan merkt, en dat merk ik eigenlijk nu ook hier, is dat je dan een soort rust over je krijgt. Even diep zuchten, doelen. Targets, wegen, driedimensionaal. Weet je, het zijn natuurlijk zoveel tips en zoveel ideeën. Maar mijn belangrijkste tip is eigenlijk, laat dat allemaal maar eens los. En wees dan gewoon eens de persoon, of de bewustzijn wat je in wezen bent, werkelijk bent. En voel op dit moment maar eens. Verruim je bewustzijn en wees je bewust van de waarnemer die, in mijn geval, ik zie nu dat ik op deze berg zit. Met mijn gedachten, mijn emoties. Met een soort doel, van ik wil nu een filmpje maken. Dat laat ik gewoon los. En ik geniet ook niet eens. Dat denk je, dan is ook weer zoiets, dan ga ik genieten van de omgeving. Nee. Het is, de omgeving is, ik ben. Ik ben benieuwd wat dat jou oplevert. Ik hoor het graag in een reactie